is cheek to cheek. Dank je. Dat is het symbool van mijn liefde voor u. Dat groeit, dat bloeit. En dat moet af en toe eens verpot worden, hè? Verzorgd worden, hè? Door u. Je moet daar dan lieve woordjes tegen zeggen. Je moet dat soigneren en aandacht geven. En alleen in huis aan... Oh, secretaresje heeft zoveel pijntjes. Wil baasje eens komen kijken wat er aan scheelt? Au, pijntjes. Oh, pijntjes. Schat, het is niet wat je denkt. Schat? Ik kan het allemaal uitleggen. Aan haar of aan ons? Aan allemaal. Wie? Jij? Oeh. Veel woorden, schat, heeft ze niet, hè, uw nieuwe vlam. Goedenavond, ik ben Amanda, de vrouw van Dieter en moeder van zijn twee kinderen. En u bent? Helmut? Bon, ik ben dan weg. De volgende keer blijf je mee eten. Oh, Roland, wacht eens even, Archakos. Voilà. Goed thuis, hè. Tada. Amai, chance dat hij haar kon komen halen. Wij gaan ook maar eens slapen, zeker? Het is laat genoeg, hè? Ja, dat is goed. Zeg, merci nog eens voor gisteravond, hè. Het was heel top. Wow. Wilt je dit nog rap even strijken? Met plezier. Ik voel mij zo op mijn gemak bij je. Weet je dat jij de enige man bent waarbij ik zomaar in mijn ondergoed durf lopen? Heb jij trouwens wat geslapen in dat veldbedje? Ja, ja, geen probleem. Ja, Dieter heeft logeerbed mee, vandaar. Oh, terwijl je dan toch bezig bent, Sophia, huishoudster is ziek. Ik heb gezegd dat je het geen probleem zou vinden. Dank u.